Op zaterdag 7 januari heeft de gemeente Medemblik haar sporthelden in het zonnetje gezet. Alle lokale sporters die in 2022 één of meerdere ereplaatsen behaalden op een EK of EK, werden door de sportwethouder Gerben Gringhuis gehuldigd tijdens een speciale bijeenkomst in de West-Frieslandhal in Wognum. Vandaag Egmond, Pier Egmond. Hoe laat was de start, Tessa? Vanmorgen om 10:30 hadden we de start. Ja. Oh, ja. En Sterkveld? Jazeker, Nederlands kampioen van de weg, van Jumbo-Visma. Rianne Marcus heeft mee. Paulina Rooijakkers, Eva Buurman van Live Racing. Dus echt een behoorlijk Sterkveld was aanwezig. Hoe was de vloedlijn? Ja, die was eigenlijk goed. Het zand lag er best wel goed bij vandaag. Dus harde grond? Harde grond en we hadden zuidenwind, dus alles was tegenwind. En de terugweg was het echt vliegen naar Egmond met... gangetje van 45-50 terug naar de finish. Hey, en je hebt een verrassing. Ja, mijn prijs bedoel je, of niet? Ja. Ja, leuk hè? Leuk, mooie huldiging. Ja, dus echt een droomseizoen achter de rug. 3 wereldbekers gewonnen. Maar er komt een verrassing van de week. Je komt met een nieuwtje. Dinsdag komt een leuk persbericht. Ja, ja. En, is dat van je sponsor? Ja, vanuit de sponsor. Dus kan ik een heel mooie stap maken. En kan ik nog even meer kijken wat er in het vast zit. Dus jij zit hele leuke nieuwe dingen aan te komen aankomend seizoen. In het interview met de wethouder zei je dat je eigenlijk één trui nog miste. Welke trui was dat? Ja, ik heb nu een Nederlandse trui. Nederlands kampioen mountainbiken en Europees kampioen. Ja, ik wil ook graag nog een wereldkampioen trui. Dus dat is mijn doel voor dit jaar. En voor welke discipline? Dat maakt op zich niet veel uit, maar het liefst in de gravel. Omdat ik op de weg al een trui heb en op het strand en op de mountainbike. Dus ja, het zou leuk zijn als ik nog een vierde fiets erbij heb. En waar is die gravelwedstrijd voor het wereldkampioenschap? Het WK is in Italië dit jaar. Ja. Succes. Dank u wel. Nou, de wethouder wist niet zoveel van dans af, had ik begrepen. En daarom vond ik het eigenlijk leuk ten opzichte van alle andere sporters waar de mensen eigenlijk het meeste verstand van hebben, toch dansen niet. Je hebt 5 ballroom. En 5 Latin. Nou, ballroom, Engelse wals, tango, foxtrot. Ja. Wie nog meer? De Weense wals en de quickstep. Weense wals, met een heleboel variaties denk ik, hè? Nou, dat valt op zich wel mee. Want je doet veel hetzelfde ronddraaien, maar dan echt over de hele vloer. Want een heleboel mensen zie je altijd maar rechtsom draaien. Maar ja, je kan ook nog eens een keer linksom draaien. Ja, zeker. Hey, en dan hebben we de Latin. Nou, dan heb je de cha-cha-cha met de Roomba. Ja. Hebben we nog meer? De jive zeker, hè? Ja, je hebt nog de jive en de Paso Doble. Paso Doble is eigenlijk een beetje de stier en de Theo de Door, hè? Met alleen, je hebt geen Royal Lab bij je. Nee, dat niet, nee. Nee, maar het is wel een soort van stierengevechten. Hey, en doen jullie dan veel variaties? Want, en hoe leer je die aan? Nou, onze trainster die bedenkt vaak de... Wie is jullie trainster? Iris Bijleveld. Die bedenkt vaak onze choreo's. En meestal na ongeveer 2 jaar, dan gaan we weer aan de choreo's, gaan we weer een beetje aanpassingen doen, zodat het weer moeilijker wordt. Ja, je staat er ook zo heerlijk bij met je hakken. Want precies in de... Het is ook altijd zo, moet je je eigen presenteren op de dansvloer? Ja, op de dansvloer moeten we altijd netjes staan. Altijd representatief. Maar jij danst niet op deze schoenen? Nee, zeker niet. Ik dans ook op hakken, maar wat bredere hakken. En ongeveer 3,5 centimeter hoog. Maar veel te voetjes, hè? Ja, zeker. Dus wat anders dan normale schoenen. De mekka van het ballroom dansen en Latin dansen is eigenlijk in Blackpool, hè, in Engeland. Ben je daar wel eens geweest? Nee, nog niet. Maar ik hoop wel, het lijkt me wel heel leuk om daar ooit te mogen dansen. De Winterkaden is je daar. Hey, en jullie waren Nederlands kampioen? Ja, zeker. We zijn Nederlands kampioen geworden met 10-dans, met individueel, dus Latin en ballroom. En met ons hele formatieteam zijn we ook Nederlands kampioen geworden. Double View in Hoorn, daar zijn jullie lid van. Want er is geen dansvereniging in Medemblik. Ja, klopt. Eigenlijk zijn wij, ik dan, door de Cha-Cha Cup bij Double V gekomen.
En ja, daar dans ik nu al bijna 4 jaar ja, bij de vereniging. Hoe zijn jullie eigenlijk gekomen? Door je ouders bij het dansen? Ja, mijn ouders dansen en mijn zus heeft al een hele poos gedanst. Dus bij mij is het eigenlijk gewoon in de hele familie zitten we al bij Double V. En helemaal dansen zit er helemaal in. Vroeger was het verbiest, hè, eigenlijk? Ja, maar ja, Double V is daar eigenlijk... ja, die zat eerst bij verbiest, maar die is daar eigenlijk los van gegaan. En ja, dat is nu eigenlijk een eigen vereniging. Zitten jullie in Grotebroek of zitten ze nog in Hoorn? Voornamelijk in Hoorn, ja. Je moet hier nog ver reizen voor de formaties? Voor formatiewedstrijden? Ja. Nou, dit jaar, aan het einde van het jaar, in december, hebben we het wereldkampioenschap met formatie. En dan moeten we helemaal naar Hongkong. Dus nou, dat is vooruitzicht, hè? Ja, heel veel zin in. Kijk jij er ook op vooruit? Ja, tuurlijk. Dat is altijd heel vet om ja, zo ver te kunnen reizen en met je team te zijn. En ja, hopelijk kunnen we daar goed presteren.